Hey, oké, kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe episode van de zondagvlog. En ik weet het, het is eigenlijk maandag en ik stel het alweer uit en alweer. En kortom, een hele hoop geneuzel. Maar de reden dat deze op maandag komt is omdat ik had de zondagvlog al opgenomen en hij stond ook op YouTube. Alleen ik heb hem weer verwijderd, want ik had het over Pixelmon en gisteren is de server van Evo kapot gegaan. Dus we hebben allemaal nieuwe meuk moeten doen. En ja, dus klopt de zondagvlog niet meer en ja, er waren nog wat problemen met nog wat meuk en ja, kortom, ik heb hem dus gewoon afgehaald en nu staat er weer een nieuwe op. Maar goed, vandaag ga ik het met jullie hebben over de series, over Pixelmon en over Shadow Games 23 in het algemeen. En trouwens, hiernaast is Impact Business bezig, dus ja, allemaal geld verdienen hier. Goed, eerste ding. Weet je wat, we gaan het gewoon random doen. Jee, kijk! Dit is een nieuw fancy gadget dingetje dat ik heb gekocht. Het is een Samsung tablet, super cool. Ik ga hem allemaal niet aanzetten, dat is allemaal niet nodig. Maar het is een Samsung Galaxy Note 10.1 tablet. Dus super chill ding met hoesje en alles, dus super lijp ding. Ik ben er echt blij mee. Even kijken, ik zal even dat hoesje... Hoppakee, zo. Dus ja, super cool met smart cover en alles. Right, dat was dan punt 1. Punt 2 is, ik heb er natuurlijk Lego voor verkocht, lekker logisch. Maar goed, punt 2, Pixelmon. Ja, of series, daar zullen we het eerst over hebben. Pixelmon of series, series, we gaan het over series hebben. Skyblock, dat is het eerste punt van de series waar ik het over wil hebben. Skyblock loopt op dit moment totaal gewoon niet. Dat heeft te maken met dat ik Joran niet zoveel zie op dit moment. We hebben het allebei druk en het gaat niet zo goed tussen ons. En het is een hoop gezeik allemaal en... Ja, we hebben gewoon allemaal niet zoveel tijd. En ja, laten we maar gewoon ophouden dat ik het niet echt weet hoe we verder gaan met Skyblock. Skyblock is bijna afgelopen, maar ik heb werkelijk geen idee hoe we het moeten doen. Ik heb ook werkelijk geen idee of we nog een serie gaan doen. Ik weet het allemaal niet. We gaan gewoon maar eens zien wat er op het pad komt. Nou ja, dat was nou ja, Skyblock dus. Nou ja, dan hebben we Orksmans Dying Leo Stal was. Het spijt me dat die series niet zo vaak uitkomen zoals ik had gepland. Maar ik heb het heel druk met school, met real life, met... Pixelmon met heel veel meuk, dus ja, ik doe wel mijn best om wat op te nemen en alles. Maar ik ben nu echt pas net terug van school, dus ik kan het ook allemaal niet helpen dat het allemaal zo gaat. Maar ja, het gaat nu helemaal zo, dus ja, GG, good game. Maar goed, dan, tweede ding, Pixelmon. Pixelmon is echt super cool. Als je die serie nog niet hebt gecheckt, jongens, check hem dan even. Het geldt praktisch eigenlijk voor alle series die ik doe op Shadow Games 23 van bepaalde games. Orksmans Die... Gewoon als wat Minecraft, nou iedere keer gewoon als wat Minecraft wel. Maar Lego Star Wars, als jullie die series nog niet hebben gecheckt, check ze dan. Het is echt gewoon super cool. En dat betekent dat het een game is die je niet echt leuk vindt of die je nog nooit hebt gezien of zo. Dat betekent niet dat je hem niet leuk vindt. Of in ieder geval in mijn versie. Want mijn versies zijn altijd gewoon totaal random en het gaat gewoon nergens over. Dus dat is denk ik wel heel erg leuk. Ik ben ook gewoon altijd heel random in Orksmons Die en in Pixelmon. Ik doe het samen met Ivo Katze en met... Jelle, oftewel de Mucosaurus, dus ja, het is echt super episch om dat te doen. We zijn dus met een nieuwe wereld begonnen. Morgen komt de allereerste aflevering van de nieuwe Pixelmon online. Dit is de enige video die jullie vandaag zien. Echt jammer, maar ik heb gewoon geen tijd meer om Pixelmon te uploaden en dit te uploaden. Zo goed is mijn internet niet, wou ik zeggen. Dus ja, heel jammer, maar ja, mijn hoofd zit ook op allerlei plekken vandaag. Dus ja, nou, dan gaan we nou maar eens even rustig zitten. Dan ga ik het jullie even hebben over Shadow Games 23 in het algemeen. Dus eens even kijken, Google erbij pakken. Google. De YouTube's, als het meewerkt. Mijn kanaal, zo. Wel, nou, zo ziet Shadow Games 23 er nu uit. Kanaaltrailer is weg, want nou ja, daar hoort Pixelmon te staan, maar dat is het dus nog niet. Ik heb die Pixelmon aflevering ook verwijderd, want ik wil die thumbnail gaan gebruiken voor de nieuwe Pixelmon serie. Dan hebben we hier mijn nieuwe banner. Dit is de nieuwe banner die ik ga hanteren tot met kerst. Ik zal nog een kerstbanner maken binnenkort, dat nou ja, mijn Winnie de Poes eruit zien als Winnie de Poes met Kerstman pak. Dus ja, en dan wordt het ook met de winterachtergrond en het wordt super cool en episch en bam en zo. Dus ja, dan wordt Shadow Games 23 in winterstijl omgetoverd, zeg maar. Dan gaat die, Winnie de Pooh gaat ook in winterstijl, dus ja, dat wordt allemaal heel chill en alles. Nou, in ieder geval, ik heb hier dus wel allemaal series staan. Orcs Must Die en nou, daar hebben we Worlds of Minecraft. En als we verder naar beneden gaan, hebben we Hunger Games. Hunger Games ga ik mee verder, jongens. Alleen ik moet het allemaal renderen en editen. Het is een hele hoop gedoe om Hunger Games... voor elkaar te krijgen, want ik moet al die thumbnails ook maken en alles, dus dat is echt heel veel werk.
Nou, series op Shadow Games 23. Hier staan trouwens alle actieve series. Dualcraft. Ik weet niet wat er met Dualcraft gaat gebeuren. Ik heb geen contact meer met Jody. Zijn mic is stuk. Dus, en ik weet niet of hij hem überhaupt nog gaat maken. Dus we moeten zien. Maar als hij nu wil verder gaan met Dualcraft, dan kan dat niet. Want ik heb het op dit moment te druk met andere series. Dus het is best wel sad face-achtig. Dus ik denk dat ik die Dualcraft weg moet halen. Maar het lukt maar niet om ons een survival serie voor ons te doen. Want eerst hadden we Dual Survival, toen hadden we Multicraft en nu hebben we dit. Dus ja, nou dan hier Lego Star Wars 3 Let's Plays, echt super episch trouwens. Echt de views op Shadow Games, het gaat echt gewoon helemaal rampant. Ik heb hem ook dus boven de 1000 abonnees, echt super chill, allemaal bedankt en alles. Het is zo episch. Eens even kijken, dan, nog iets. Een gamekanaal is gestopt, gestopt. Ze zijn zeg maar ermee opgehouden, want het is een beetje ingewikkeld allemaal met een gamekanaal. Ze hadden wat copyrightstrikes gekregen en dus zijn ze verder gegaan met het gameportaal. Dus iedereen die even geabonneerd was op een gamekanaal, abonneer even op het gameportaal. Het is gewoon even om het mee te geven, ik ga er geen reclame van maken ofzo, maar kleine boodschap. Nou, dan hebben we natuurlijk nog een andere topic. Ronald's met Minecraft staat zowat stil op dit moment. Het loopt gewoon niet. Het gaat gewoon niet. Het wil gewoon niet op dit moment. Best wel heel vervelend. Maar ik werk eraan. Alleen het is allemaal niet zo makkelijk. Want ik heb het dus heel druk met zowel Pixelmon als... want ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En met andere dingen. En natuurlijk hebben we ook nog de serie genaamd World of Tanks. Dat is ook een heel leuk verhaal. Want ik heb de laatste tijd geen geluk meer met World of Tanks. Het is echt gewoon een waardeloze game aan het worden. En al die noobs die gaan allemaal World of Tanks spelen. En je haalt gewoon geen fatsoenlijke potjes meer. Dus Nou, dan was er nog een onderwerp waar ik het nog over wou hebben. Dat ik zei dat het in september Minecraft maand gaat worden. Dat gaat denk ik niet door. Want dat heeft te maken met GTA 5. En eventueel God Ghost. Ik heb geen idee wanneer het uit zou komen. Als GTA 5 uitkomt, dan wordt dat dagelijks. Dus als dat nog binnenkort komt, dan wordt het dus dagelijks Pixelmon. Dagelijks GTA 5. En daarnaast eventueel Orcs Must Die of Lego Star Wars. Of Ronald speelt Minecraft. Of Hunger Games. Daarnaast komt gewoon een beetje de zooi die zeg maar daarnaast nog loopt en zo, wat nou ook een beetje achterop staat. Dat kan heel jammer zijn, maar ik heb in al die games gewoon lol. GTA vind ik gewoon cool. Dus kan ik niet wachten op GTA 5. Nou, dan hebben we natuurlijk nog COD Ghost. COD Ghost, ik weet niet wat ik daarvoor moet verwachten. Ik ga die game niet meteen bij de release aanschaffen. Ik ga COD Ghost pas kopen wanneer ik echt zeker ben dat ik die game ook wil en dat ik er tijd voor heb. Want zo gauw als Orcs Must Die 1 is afgelopen, ga ik pauze houden voor GTA 5 en andere series, zodat ik daarmee verder kan. En uiteindelijk komt bij Orcs Must Die 2 daar niet van. Maar ik wil eerst wat meer ruimte hebben op Shadow Games, want het loopt gewoon een beetje spaak en alles. Ik ben echt ook wel een beetje teleurgesteld. Ik moest stoppen met Crysis 3 en Left 4 Dead, want nou, die vonden jullie gewoon niet zo leuk. En er waren wel een paar mensen die het leuk vonden, alleen het werd gewoon niet wat. En hetzelfde geldt voor Road to God, dat was ook een beetje de touch verloren. Dus we moesten een beetje een kleine reorganisatie doen met Shadow Games 23. Maar ja, we hebben Orcs Must Die, die is echt gewoon geweldig. En we hebben Lego Star Wars 3. En we hebben Pixelmon daarvoor teruggekregen voor die drie series. Dus dat is eigenlijk al een hele vooruitgang. Dus ik werk heel hard om video's te uploaden voor jullie jongens. Maar het spijt me gewoon dat er op dit moment af en toe maar 2 video's per dag uitkomen. Ik wil wel meer. Alleen mijn leven is hectisch. Dus maar ik werkte dus wel aan en geloof me, ik doe niet de hele dag Pixelmon, echt niet. Maar ik heb gewoon ook verder geen tijd, want ik ben ook met Jelle en Ivo bezig voor andere dingen. Ook nog wel wat schoolmeuk, dus ik doe mijn best om zoveel mogelijk meuk te regelen. Maar ik denk dat ik het hier maar bij ga laten voor vandaag jongens, want ik wil niet dat deze zondagvlog uren duurt. Zodat jullie in ieder geval deze nog vandaag kunnen krijgen. Dan mag ik alleen hopen dat YouTube het niet verneukt met de upload. Want weet van de rare reden heeft YouTube een beetje een hekel aan het formaat van mijn camera. Ik weet niet wat er allemaal mis is. Maar het zal wel. Oh ja, trouwens die facecam. Echt bedankt voor alle support onder die facecam. Ik heb zowat geen slechte reacties gehad. Dus super chill. Maar goed jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Like de video nog even. Het wordt echt heel erg gewaardeerd als je de video even liked. Abonneer ook nog even als je dat niet hebt gedaan. Mijn volgende doel is natuurlijk de 1500 abonnees. Dat zal echt awesome worden. Trouwens jongens, aankomende vrijdag om 6 uur komt er een surftour. No doubt about it.
My god, jullie zijn echt crazy gegaan met die surftour. Ik zal het nog even snel laten zien. Als mijn ding, tenminste, ja. What the fuck? Dat is echt overbouwd. En iedereen heeft zowat wel een reden achtergelaten waarom hij op de server wil. Het heeft gewoon bijna... Het heeft gewoon 250 views plus gewoon 24 likes. Het is echt geweldig. En mijn thumbnail is ook gebaseerd op de echte server. Want nou, met je standbeeld en de Twin Towers zie je wel en zo. Dus jongens, de surftour. Het gaat zonder twijfel, dat kan ik je nou al vertellen. Maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Like de video, abonneer nog even. Volg mij ook op Twitter. @shadowgames23. Ik zal er even heen gaan. Kunnen jullie dat ook gaan zien? Even kijken. Mijn startpagina. Ja, nou zo ziet het er nou dus uit. Ik heb best wel veel energie in dit hele meuk ding gestoken. Dus ik heb nu bijna de 160 volgers, super chill. Ik tweet echt ook heel veel over Shadow Games, over de video's die die dag komen. Ik raad gewoon aan om mij te volgen. En als je me niet wil volgen, check het dan in ieder geval. Dat je in ieder geval weet wat er gebeurt. Dus laat even achter in de comments wie mijn Twitter checkt. Ik wil dat eigenlijk wel graag weten. Het is niet een fan Twitter waar ik alleen maar af en toe wat dingen op tweet. En dan gewoon wat random merk. Nee, het is echt wel een deel van Shadow Games. Als er bijvoorbeeld die dag geen zondagvlog komt. Zoals ik kreeg wat reacties via YouTube PM. Van waarom is de zondagvlog er niet? En als je dus op mijn Twitter kijkt. Zie je waarom de zondagvlog gisteren niet is gekomen. En je ziet ook dingen zoals bijvoorbeeld gisteren. Dat die server kapot is gegaan van hiervoor. Dus volg het gewoon. Het is echt heel belangrijk ook. Dus jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie later. Dus ja, later mensen.